drie uur te race op Imola. Voor wie het een beetje gevolgd hebben. Eerste uur. Eerste gekwalificeerd. Foutje in het begin en daardoor een beetje teruggevallen. Inhaalrace gedaan na de eerste pitstop. En best wel ver gekomen. Merkt ook wel dat nu ik aggressiveness van de AI op 100% heb staan, dat ze echt wel een beetje kamikaze zijn. Niet alleen naar mij toe, maar ook onderling. Ik heb twee run-ins gehad vlak voor de Tamburello. En ik heb een crash gehad doordat twee AI elkaar echt gewoon eigenlijk backmarker van de baan tikte. En daar knalde ik weer tegenop. Dus ik hoop op een top 10 notering, want ik ben met zware schade. Nou, zwaar. Met flinke schade wel de pitstop in gaan, mijn laatste pitstop. Ik lag tweede. Ligt nu volgens mij 9e of 8e. Dus ik doe een inhaalrace. Kijken wat ik nog van kan maken. Ik hoop op een top 10 markering. En de mental note is, zet aggressiveness niet meer op 100%. Tot zover. Here we go. De zevende, dus dat valt op zich nog mee. Car on the left. Clear on the left. De vraag is, hoe ver we nog voor naar boven kunnen komen? Iedereen heeft zijn pitstop gehad. Even de stoel anders zetten. Zo, dat is beter. Even erin centreren. Wel goed zitten natuurlijk. Neubauer ligt voor me, heeft 1.87.8 gereden, 1.47.8, ik rijd 1.47.8 zo te zien ook. Zonder omhangen, als een beetje dichterbij kan komen. En anders, nou ja, dan lig ik 7, dan haal ik 7. Dus dan is het ook wel iets. Zullen we in ieder geval eerste zijn in de amateurklasse. Overal is leuk, maar binnen de klasse winnen is het uiteindelijk wel. Desk krijgt
gewoon wat voor me. Zijn moeten aanhouden. Car on the right. Clear on the right. Bijna 2 seconden sneller. Misschien moet er nog een podium uithalen, want het ligt een beetje aan hoe dicht die kopgroep aan elkaar ligt. Of ik daarbij in de buurt kan komen. Gaat, dan gaat er een mis. Ik kon hem redden. Buiten de lijntjes gebeurt, dan vind ik dat niet zo vreselijk. Kijk, even te ver. Dat is ook makkelijk te corrigeren. Gaining on the car head is up to 3. Nader en gestaag.
out some back markers. Even kijken of ze niet al te onstuimig op de rem gaan. Car on the left. Weer on the left. Dat het naar buiten was gegaan. Car on the left. Kijk maar dit. Weer on the left. Zo graag lekker dus. Is dat een front engine? Dat vind ik eigenlijk te veel front engine. Te veel licht aan de voorkant. Car on the right. Clear on the right. Voor een auto met de meest agressieve lijnen. Shit, denk ik. Rustig. 47,7, 46,6. 47,7. Seconden sneller. En de volgende, de nummer 5, zie ik pas boven een beetje in de lijst verschijnen. Backmarkers. Naar de voorgangers. Dan wil ik er langs komen. Eigenlijk denk ik dat ik neem met de zesde misschien vijfde plaats. Nog met zoeken we er ook achter, hè, hoe je AI in moet stellen. Ik kan het wel aardig hebben op level 94%. Maar goed. Nog steeds klimmen, zeg maar. Niet 15 kwalificeren en vervolgens 30ste eindigen, zeg maar. Ik heb het idee dat ik constant kans maak dat ik mee kon in het veld. Zonder dat ik daarmee overdreven uitblink. Maar die aggressiveness 100%, dat pak ik nog wel voor terug. Waar je nu voor me. Ik heb twee keer een aanvaring hier gehad. En dat is een totaal. Dat waren erg wel gutsy manoeuvres van mij. Dus ik kon een hand in eigen boezem. Van ja, een crash van twee AI's. Bij de eerste plaats de backmarker inhaalde. Het gewoon niet kon. Backmarker in de ronde en ik bevond bovenop. Nee, het doet er niks aan. Maar het geeft wel aan dat de aggressiveness 100 eigenlijk gewoon niet oké is. Je zal in het echte leven zou je nooit zien dat iemand zo risico neemt om een backmarker in te halen, heb je toch wel een blauwe vlag gekregen. Dat is in ieder geval mijn kijk erop. Misschien buiten de highlights kunnen halen. Met de replay.
Ja, ik kom er wel dichtbij. Deze Thomas Neubauer zijn teammaat. Blu-ray als ik het heb. Degene met wie ik de eerste touch-ons in de Tamburello. Waar ik hem binnen kan inhalen. Principe eruit had. Maar vervolgens wel van afgekeken werd. Dat was een gutsy move. Maar toch. Betere punt van de gasten. Dus dat de vorige competition denk ik ook dat de AI eigenlijk gewoon heel goed is. Niet alleen in racecraft, maar ook in het voorkomen van incidenten, een stukje inhalen, close racing. Eigenlijk gaat het altijd wel goed. Dus als ik dan de AI aggressiveness op 100 zet en ik krijg crashes, dan verbaast mij dat. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. De buitenkant heel mooi. Voorbij. Voor mij Johnny Adam, de Garage 59 Aston Martin. Backmarker ook, de 26e. Daarvoor pt3 en Jonne Giacoma. Ook backmarkers. Of dan komen we weer auto's tevoorschijn waarmee ik de punten rijd. Daar nog bij komt is maar de vraag. Eerst Bertolini en Giacomo. Laten we vanuit de grove bij de backmarkers komen.
beetje sprakeloos van. Ik ben er nog zo aan het concentreren. Kaarsje daar. Blijf van de andere kant. Blijf nu het rechte stuk over. Ze zit er helemaal niet zo lang allemaal. Ver achter. De hele kopgroep die rijdt bij elkaar. Aardig gewend te raken aan het rechtsrijden. Een beetje in combinatie met de circuit. Rempunten bepalen. Afstand van de auto, toezicht van de curbs aan de linkerkant. Begint te wennen. Dat is maar het beste wat je met een auto kan doen. Trainen met die auto, rondjes rijden, niks drinkt zo lekker als een race situatie. Dan kun je gewoon zeggen, ja weet je, doe maar een single race van de grote. Vrij zelfs van de kampioenschap zullen we nu doen. De auto heeft het DNA om maximaal een systeem te krijgen. Rijderswissels geweest. Dus ik heb nu Christopher Haase, Kelvin van der Linde. En eentje die ik nog niet kan lezen. Dat is een van de zilverrijder die aan de kop lag. Dat is er niet meer. Nummer 33.
on the left. Momentje voor overstuur. Weer? Nee. Vloeiende godver. Nou, dit was het. Waarom ik nou ineens overstuur heb. Bot Jandori. Ga ik dan toch ineens te ver de limiet over? Ja, 50 seconden vertraging in. Dat kunnen we shaken natuurlijk, dat maken we niet meer goed. Zesde. Ik geloof dat daarmee het maximaal haalbare van vandaag bereikt is. En dan de zevende. Ook. Bentie, wel een randje heeft. Als het overheen gaat, ben je er een keer goed overheen.
daar gaan we weer. Zo'n terugkerend verhaal. De Lexus van Tecmo Racing. Bijkomen. Weg liggen van nummer 5. De rest van de kopgroepje gaat nu al start finish over. Van de beker is uit te spelen. Car on the right. Clear on the right. Ik zie net al een 260 gelijnd hier. 258.
van Haas 15,5 seconden. Het zit 16,50 voor het eind. Dus onderweg pakken per ronde. En er dan nog langskomen. Nou, ik verwacht dat het lukt. Zeker met de lichte schade die ik op mijn neus heb. Never stop trying. Leuk. Tegen de tijd dat ik bij je ben is de race voorbij. Met die eenzijdige draaier die ik net maakte ben ik al blij dat ik hieruit kom. Geen idee wat daar gebeurde. Ik zal het zelf zijn geweest. Want de auto gedraagt zich voor de rest weer goed.
zij moeten. En dat doet hij ook. Car on the right. Clear on the right. Lado. De heren koplopers lekker weinig moeite te hebben met de inhalen van backmarkers. Kom eens waar de dicht die wijzen. Ruimte. Laat ze de tandjes zien.
exit corner oversteer, of power oversteer, hoe je het wil noemen. Dat is wel een beetje. Daar rijden, dan kan ik weer aansluiten. Ik ben nog 3 minuten te gaan. Thomas Neugauer zit inmiddels 14 seconden achter me. Dus daarmee is mijn 6e plaats van veilig gesteld. So close.
Clear on the left. Schuiven die had gemaakt, die kans had gehad om drie te rijden. Misschien wel beter. Die heeft een 15 seconden tijd vast. Daar heeft hij nog bij de drie van 6. De finish is net niet. Net niet. Nee, er is zelfs een beetje uitgelopen. Dat is allemaal waar in de hoek. Blij dat ik een tandje hoger gezet heb, die AI. Dat ik niet zomaar naar mensen toe kan rijden. Ik wil het idee van, nou, ik kan steeds verder komen. Dat ik uiteindelijk door omstandigheden dat niet gelukt is. Dat kan mijn leven. Dat mijn skills weer wat beter zijn geworden. Dat ik deze moeilijkheidsgraad gewoon lekker mee kan komen. Starter. Met dat de auto goed gezet wordt, dat helpt natuurlijk al niet, hè, dat je auto niet op de goede plek inzet, dat het een beetje verschoven moet worden. Kost je zo 3 seconden. Sneller. En aan de andere kant, als je klaar bent, ignition aanzetten, starten, clutch in. Dat zou gewoon moeten lukken. Maar dat je zit wel een beetje af. Daar ga ik maar trainen. AI 100% of niet denk ik meer? 100% aggressiveness 100%.
Ik heb het idee dat dat een grondslag lag. Van zeker drie van mijn ongelukjes. Ik heb vier gehad. Dat is puur op gut feeling en wat ik van de vorige races gezien heb qua inhaalgedrag. Tegenstanders, dat is een pitstraat. De pitstraat is weg. Nou ja, dat niet. Ik zet hem hier neer. Zo. De zesde. Uiteindelijk 15 seconden. Achter de nummer 1. Je ziet het, hè? Die 15 seconden. Als ik die schuiven niet had gemaakt, had ik misschien wel van kunnen winnen. Het is wel Audi feest. Audi, 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 Audi. Bentley, Lexus, Porsche, 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 Porsche. Overduidelijk. Oké. Dat betekent dat CMR Racing met 8 punten op de 6e plaats staat. En wel met 25 punten in de klasseoverwinning. AM. Heel gaaf. Als we nou eens gaan kijken naar de highlights. Even kijken wat eruit komt. Vind ik altijd wel leuk om te zien. Volgende race is Misano. Is een sprintrace weekend. Dus twee races van 1 uur. Dat volgt. Want, gallery. Ja. Automatically saved. Highlights. Even kijken. Even de hutte bij. De restart. Nou, prima start. Zou je zo zeggen, hè? Kijk eens wat een grootte van die auto vergeleken met die Audi's erachter. Gele vlag, DLS. Oh, daar ben ik. Wat gebeurt er dan? Dat is in de lap 8. Ik leg nog steeds eerste. En ja, hier gleed ik eruit. Minerali. Eenzijdig ongeluk. Te hard gepusht. Kijk, dat kost me plaatsen. Hier gaan we Bure inhalen. Eens kijken hoe dat was. Want dat was dus dat agressieve ding volgens mij. Waarbij hij me eruit tikte. Ik zit in de binnenkant. Ik zit er ook voor. Kijk, hij rijdt me gewoon af. Ja, weet je. Dit is dus agressiviteit. Dit heb ik nog nooit meegemaakt met agressiveness standaard op 60. Ik zit voor de bocht. Hij kan gewoon inhouden. Er is geen enkele reden om eraf te tikken. Ik kan het nog een keer te zien. Ja, ik word er gewoon afgeduwd. Overduidelijk. En nou actie op Mathieu Jaminet. Ja, Porsche op een recht lang stuk. Buitenlangs. Goed afstand houden.
Kijk, zo kan het ook. Mooi. Alex Akka, Audi. Bij de Alta. Is dat gelukt? Nou, geluk is een groot woord. Hier is het gelukt. Rolf in eigen. Ik zie hem niet, maar ik schijn iemand in te gaan halen. Nou, het lijkt me niet hoor. Hier zit geen overtake. Nog een keer dan. Nou, ook niet. Een bijzondere highlight zit. Gele vlag. Ja, hier overstuurde ik een beetje. Dus ik nog wel te houden. Later daar dus niet meer. Dan zie je dat je echt wel rustig aan gas moet geven. Gedecideerd vanuit de bocht in een Bentley. En dat waren ze. Dit was de 3 uur van Imola. En mijn eerste race in het offline seizoen. Volgende race is Misano. Eens kijken of ik die vandaag rijd. Of later, dat weet ik niet. 1779. Ah, dat is jammer. Ik had verwacht dat het meer zou zijn nu. Van de week stond ik 88. Maar toen ook een paar domme dingen gedaan. Dat zie je hier in je grote rode lijn omhoog. Ja, dat gebeurt ook af en toe. Hè? Dankjewel voor het kijken en op naar de volgende race. Tot ziens.